De vraag is natuurlijk ook of de appmakers dat ook willen. He, of ze, ja, of ze daar dan ook geld mee verdienen. Die hebben er belang bij om iedereen... Zoals Facebook nu aan het doen is natuurlijk, al een hele tijd. Ja. Een soort van hun eigen internet aan het starten. Ja. Pas geleden hoorde ik iemand zeggen die zei van... eigenlijk zijn we... die walled garden waar we het vroeger over hadden met MySpace. En daarvoor AOL het net in Nederland. Ja. Dat was eigenlijk een soort van eilandje waar van internet... waar buiten je eigenlijk niet kon. Alles daarbinnen moest daar binnen gebeuren. Eigen soort internet, DDS was dat ook, digitale stad. Ja, maar daar kon je nog linken naar de rest van het internet. Ja, precies. Ja. Maar je had wel pleintjes en huisjes en weet ik veel wat. En die gast die zei ze van... eigenlijk hebben we telkens, maken we een telkens grotere walled garden. Dus dat Facebook de next walled garden is. En dat we op een gegeven moment ook krijgen van... het internet is eigenlijk niet gebouwd als gecentraliseerd ding. Nee. Het is een gedistribueerd netwerk. Ja. Dus ja, eigenlijk is Facebook een soort van virus. Een soort van pukkeltje die eigenlijk... Ja, wel erger dan een pukkeltje. Ja, een griep. Een chronische griep. Ik wil net. Gaat er niet over. Nou, dat is de vraag. Ja, maar nog niet. En dat was ook de stelling. Nee, voorlopig niet inderdaad. Nee. En het web blijven. Het zijn meerdere dat soort theorieën. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment riepen mensen het web is dood. Ja. Iedereen gaat native. Ja, nou, dat was geloof ik niet in. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. En daarna, nu heb je weer mensen die zeggen, nee, al die native dingen, dat zijn korte blipjes. Ja. Dat zijn... Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen, ja nee, dat internet, dat is gewoon een tijdelijk raar ding. Dat is iets, zoiets bizars. Dat gaat vanzelf weer over. Dat denk ik ook niet. Ik denk zeker wel dat het zal veranderen. Maar het gedistribueerde aspect van het internet is wel iets wat heel veel vrijheden, heel veel mogelijkheden biedt. Ja. Het is een soort van smoes voor iedereen om zijn eigen gang te kunnen gaan. Ik denk gaan. Dat het misschien nog wel gedistribueerder gaat worden. Daar zijn mensen mee bezig. Ja. Die willen af van het feit dat er heel veel dingen op het internet worden centraal geregeld. Ja. En die kunnen dus ook centraal geblokkeerd worden. Bedoel je dan dingen als e-mail en DNS? DNS, hosting. Dus er zijn heel veel bedrijven, of mensen, vooral individuen die zich om privacy bekommeren. Mm-hmm. Die zijn bezig om te kijken of dat internet niet volledig gedistribueerd kan worden. Ja, dus dat je huis centraal is of zo? Op elke computer een stukje internet staat. Ah, oké. Okay. In plaats van dat alles op servers staat. Ja. Ja, dat kan tegenwoordig wel. Computers zijn er krachtig genoeg voor. Ja, tuurlijk. Krijg je natuurlijk wel zo van... Mag het niet alleen op jouw computer staan? Dan moet het echt al een soort van redundant staan. Een soort van... Het idee was toch wel om er iets als een... hoe heet dat? Torrent-achtig... Oh ja, peer-to-peer en peer-to-peer internet. Ja. Zo interessant. Ja, zeker interessant. Ik denk ook dat het daar naartoe gaat. Ik geloof ook dat de mensen die zeiden dat internet dood was, het ook meer gebruikt als om aandacht te vestigen op nieuwe ontwikkelingen. Dat was sowieso inderdaad een kop die bedoeld was om aandacht te trekken. Ja. Ja. Maar goed. In de tussentijd hebben we natuurlijk ook die IPO van Facebook gehad. En daar hoorde ik een heleboel mensen zeggen van... Oh, wat gaaf. Wij geloven echt dat Facebook 100 keer hun winst waard is. Normale bedrijven die zijn ongeveer 20 maximaal. Misschien in een normale situatie 8 keer je winst waard. Maar Facebook is dat 100 keer. En hebben dus nogal een belofte in te lossen. Ja. Wat mij verbaasde was de mateloze optimisme. En waar hebben we dat ooit eerder gezien, hè? Ja, hoorde 2000, 2001. Ja. Maar, ongelooflijk. Maar het is ook, ze spraken het ook uit. Ze zeiden van,
oké, we weten dat, of we vermoeden dat, dat Facebook op een enorm idee zit die geld, enorm veel geld op gaat brengen. Ja. We weten niet wat het is, we weten niet eens of het er is, maar we vermoeden het. En dus is het de investering waard. Nou ja, goed, maar kijk, dat is gokken. En wat ik heel interessant vond, was dat mensen kochten zo'n... Zo'n aandeel. Ja. En die dachten dan van, nou ja, misschien wordt dat, waarschijnlijk wordt dat meer waard. Ja. En toen bleek het niet meer waard te worden. Ja. En toen zijn ze Facebook gaan suen. Wat? Ja. Wat nu al? Ja. Dan denk je van, hé? Maar dat kan niet. Jij gokt toch? Ja, precies, ja. Dat is toch niet de schuld van Facebook dat het niet zoveel waard blijkt te zijn. Nee, hoor, dat is sowieso met investeren en aandelen kopen. Dat is een gok. Ongelooflijk, dat moet een, zeg. Dan proberen ze een calculated gok van te maken. Maar, ja. Maar het, ik vind het nog steeds... Het blijft een raar fenomeen. Want het betekent dus dat... De waarde die mensen, die Facebook nu hangt aan één persoon... zegt dat dat 10 euro is. Ja. Dat in de aankomende tijd... om de waarde van Facebook ook daadwerkelijk te verzilveren... zou het 100 of 1000 euro per persoon moeten opleveren. Ja, ja, ja. Dus dat wij per jaar ongeveer flink aantal euro's uitgeven bij Facebook of via Facebook. Dat is best een interessante gok die je dan maakt. Ik denk dat mensen niet heel goed hebben nagedacht toen ze dachten dat het zo veel waard zou zijn. Ja. Ja, wie weet. Misschien ook wel hoor, maar ik zie het gewoon niet. Waarschijnlijk. Nee, ik zie het ook niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat. Zeg maar, wat voor ontwikkeling we kunnen zien. Volgens mij kan je daar staan. Ja. Nou, we zien het allemaal volgende week. Of over 2 weken. Ja. Zo. Mooi. Dag iedereen. Doei, tot de volgende keer.